Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Wij staan in 's-Hertogenbosch. Wij gaan samen met Bastiaan, die namens staat, een reportage maken van de intocht van Sinterklaas. Wij van de VMG-groep wensen u veel kijkplezier en tot later. En oh, wat zijn we heden blij! Ik heb net van de Pieter begrepen dat het een goede reis is geweest. Vooral de tocht van Dokkum naar 's-Hertogenbosch was wat lastig begrepen. Zo dadelijk is aan Sinterklaas vragen hoe laat hij nou precies vertrokken is. Want dat zijn dingen die alleen Sinterklaas weet, denk ik. Ondertussen luisteren wij naar de vrolijke klanken van kinderkoor Vier Kids, wat doen ze dat goed. En natuurlijk traditioneel, dit jaar voor de 80ste keer, de Koninklijke Harmonie. Want ik begreep dat het alweer voor de 80ste keer is dat Sinterklaas naar 's-Hertogenbosch komt. We gaan eventjes kijken of Sinterklaas naar boven komt halen. Zodat we wat vragen kunnen stellen. Yeah!
We zijn hier met Marieke, Janneke, Josie. Zo, en hebben jullie het Sinterklaasje nou allemaal een beetje gevolgd? Ja. Weten jullie dan ook dat het boek van Sinterklaas overboord is geweest? Ja. Denken jullie dat het nog goed gaat komen? Ja. Ja? Denken jullie dat jullie ook allemaal cadeautjes nog gaan krijgen? Ja. Of denken jullie dat hij weg is? Ja, we denken wel dat we nog cadeautjes krijgen. Zijn jullie dan wel lief geweest? Ja. Ja? Ja. Oké, dan komt het goed. Hey, doei. Doei! Doei! Als nummer 10, Esther. 10, deze avond. Ik wil naar Disney. Naar Disney? Oh. Ja, mooi. Doe maar. Ja. Kan ons verschillen. Kan gewoon. Dat kan gewoon. Geen zou een keer 10 zijn, hè? Disney, daar wil ik ook wel een. Je wil dus iets van Barbie of zo? Barbie? Ja, ook een paar. Ja, 10. 10 keer Barbie, Esther. Leuk, hè? Dag Pieter, allemaal. Hoi. Thank you.
natuurlijk kan het live gespeeld worden. Het is natuurlijk fantastisch dat we deze muzikanten hebben. Dat er ook in Spanje gewoon het hele jaar door wordt geoefend op Sinterklaasliedjes. Fantastisch. Pieter Noten, kunnen jullie even... Sigins komt de stoomboot. Lijkt me mooi. En dan niet die carnavaleske versie. Alhoewel die ook leuk is natuurlijk. Maar we doen even gewoon de versie die iedereen kent. De decemberversie, zeg maar. De stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Mooi hoor. Al heen en al weer, zijn knecht staat te wachten. Kijk, wat een leuk stel zo. Die ene met heel veel haar en die andere met heel weinig haar. Met heel veel krullen. Ja, die, inderdaad, die zijn wat mooi in het midden. Burgemeester, want voor degene... We hebben natuurlijk een hele andere burgemeester dan vorig jaar dit, hè? Weet jullie wie dit is? Hoe deze burgemeester heet? Misschien dat hij zichzelf even kan voorstellen. Nou ja, ik ben sinds 5 weken burgemeester in 'Sertogenbosch. En mijn naam is Jacques Mikkers. En ik heb, ja, ik zal maar eerlijk zijn, ik heb vannacht niet geslapen. Want ik was echt zenuwachtig om vandaag Sinterklaas te mogen ontvangen in onze mooie stad. Maar ik denk dat alle collega's van mij, alle burgemeesters in Nederland, die hebben vannacht niet geslapen. Want ja, Sinterklaas komt, het is een spannende tijd. En hier in Den Bosch, ja, helemaal. Met zoveel kinderen, zoveel ouders. Het is een prachtig feest. Maar u heeft Sinterklaas natuurlijk vorig jaar ontvangen in Veldhoven. Waar u burgemeester was. Wat zijn nou de grote verschillen? Of ik kan eigenlijk wel eens Sinterklaas vragen. Wat zijn nou de grote verschillen tussen Veldhoven en 'Sertogenbosch Sinterklaas? Nou, beste Hans, daar zijn niet zoveel verschillen. Want zowel in Veldhoven als in Sint-Hertogenbosch komt zowel de burgemeester als Sinterklaas voor de kinderen. En of dat nou een verschil is in Veldhoven, in Dokkum of in Sint-Hertogenbosch, want burgemeester, dat weet u misschien niet, of misschien wel bij uw introductiecursus. De S van S-Hertogenbosch staat voor Sint-Hertogenbosch. Zoals Sint-Michielsgestel en Sint-Oederode en tot een tijdje geleden ook Sint-Maarten, maar dat is een beetje veranderd. Daar kan Sinterklaas niet met zijn maarten komen, want dan maait hij af. Burgemeester, wat een groot genoegen om weer in uw prachtig mooie stad aan te komen. We zijn net door het middeleeuws centrum gereden. Het stond 5 rijen dik. Het was heerlijk, echt heerlijk. En op weg hier naartoe was ik ineens aan het denken dat u vroeger, toen was het nog Shaki. Zette jij je schoen en toen was het al, je was volgens mij 5 jaar en toen heb je een briefje erin gezet. Sinterklaas, ik wil er graag een ketting in. En Sinterklaas dacht eerst een snoepketting en daarna inderdaad een fietsketting. Maar ik begrijp eigenlijk nu pas, het is de ketting van de burgemeester, want u wilde dat al heel vroeg. U kon ook al heel vroeg heel mooi en lang praten. Maar wat u niet zo goed kon, was zingen. Want Sinterklaas, en dat doet hij niet bij veel kinderen. Sinterklaas heeft toen hij 6 was gewoon aan u gevraagd. Jacques Mikkers, jij hoeft niet te zingen, ga jij maar kleuren. Nou is het wel zo dat uw vrouw compenseert dat. Dat is een lastig woord, kindertjes, maar die kan wel mooi zingen. En kunnen jullie ook mooi zingen? Zullen we eens even voor de burgemeester, maar natuurlijk ook voor Sinterklaas, eens even Sigins komt de stoomboot zingen? Want dat vind ik zo'n heerlijk liedje. Ja? En spelen jullie mee? En dan wel lekker hard, hè?
Ja? Zal Sinterklaas beginnen of de muziek Pepernoten Pieten? Gaan jullie beginnen? Oké, nou, dan wachten we daarop. Kan even duren. Oh nee, dan komen ze al aan. Komt uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Hoe heppelt zijn paardje. Het dekt op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie doet is krijgt hekkes, wie staat is ik moe. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd ook niet stilletjes ons huisje voorbij. La 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 la. Prachtig! Lieve kindertjes, in Spanje klappen we niet met de handjes, maar met de voetjes. Kunnen jullie eventjes voor Sinterklaas en de burgemeester op zijn Spaans klappen? Dus met je voeten hard op de grond stampen. Harder! Zo ja. En kunnen jullie ook Spaans en Nederlands tegelijk klappen? Ja? Probeer het eens. 1, 2, 3, ja? Ah! Heerlijk! Ah! Hier kan Sinterklaas altijd zo van genieten. Wat heeft u toch een prachtige stad? En wat heeft u leuke kinderen in uw stad, hè? En ook trouwens leuke papa's en mama's. De meeste, hè? Ja, zeker de meeste Sinterklaas. Maar ook heel veel lieve opa's en oma's die er vandaag ook weer bij zijn. En het is mooi dat al die opa's en oma's en papa's en mama's en kinderen hier in Sint-Hertogenbosch aanwezig zijn. Sint-Hertogenbosch, ik heb van u snel geleerd om u hier te ontvangen. En het is voor mij een grote eer. Ik zei al, ik ben 5 weken burgemeester van Sint-Hertogenbosch. En dit is natuurlijk het moment waar je naar uitkijkt. Na 11-11 is dit toch wel het tweede hoogtepunt van het afgelopen jaar. En zeker voor een burgemeester is dit toch wel het belangrijkste moment. Dat wij samen hier op het bordes mogen staan van het stadhuis en u hier mogen ontvangen. En ik moet u zeggen, Sinterklaas, de afgelopen week heb ik al een aantal scholen hier in Sint-Hertogenbosch mogen bezoeken. En het doet me deugd dat er zoveel kinderen zijn die met liefde met elkaar willen samenwerken. Die elkaar niet willen pesten, maar met respect met elkaar omgaan. En dat hebben ze hier allemaal geleerd, om met elkaar dingen te delen. En dat past bij een stad als Sint-Hertogenbosch, waarbij we dingen samen doen in plaats van alleen. Dit is een stad waarbij we het fundament hebben om het samen te doen. Samen plezier maken, samen feesten. En samen u te ontvangen. Ik heb alleen één vraag, Sinterklaas. Ik zit op Facebook en ik wil graag een Sint-fee met u maken. Mag dat? En willen jullie dan allemaal zwaaien? Want dan draaien wij ons om en dan kunnen jullie allemaal zwaaien. En dan maken wij een mooie foto en die zetten we dan op Facebook. En dan kan iedereen die foto liken. Goed? Dan gaan we dat doen. Een Sint-fee en die kun je dan ook op Sinternet eventueel terugvinden. Ja. Lieve kindertjes, Sinterklaas vraagt het elk jaar, wie van jullie heeft vandaag of gisteren, nee vandaag niet, wie heeft gisteren zijn of haar schoen gezet? Ja. Ze vragen altijd aan Sinterklaas, Sinterklaas, hoe vaak mag ik mijn schoen zetten? En omdat ik nog 3 weken in Sint-Hertogenbosch ben, is het wel belangrijk om daar een goed antwoord op te geven. Jullie mogen elke dag je schoen zetten. Maar, hoe vaker je hem zet, hoe groter de kans is dat er niks in zit.
Dus ik zie daar Dave staan, die zet hem ook elke dag. En die had meestal woensdag en zaterdag zat er iets in. Maar het kan ook wel eens alleen op een donderdag zijn. Dus je mag hem elke dag zetten, maar het is niet zeker dat er iets in is. En als je de schoen zet, zou Sinterklaas het fijn vinden dat je behalve oud brood en een peen voor het paard ook een sneetje suikerbrood erbij zou willen leggen. Ja? Met poedersuiker. En als je dat niet hebt, vind ik gewoon een sneetje met een beetje boter en suiker ook wel lekker. Als je die poedersuiker hebt, wie heeft er thuis poedersuiker? Ja? Laat die bus ernaast staan. Ja? Laat die bus ernaast staan. Vindt Sinterklaas heerlijk. Ja. 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 Meneer Hans. Even een applausje voor meneer Hans. Want ik weet wat hij gisteravond, en dat weet de burgemeester ook, gisteravond allemaal heeft gedaan. En dat hij hier überhaupt, is ook weer moeilijk woord, dat hij hier sowieso blijft staan, vind ik heel bijzonder. Leuk. Dank u wel, Sinterklaas. Heel attent van u. Sinterklaas, ik heb nog allerlei... Kijk, hiernaast op deze kussentjes zitten allerlei kinderen die kleurwedstrijden hebben gewonnen. Er zitten kinderen die gewoon hier zitten omdat ze een keer fijn vinden om hier te zitten. En die hebben ook allerlei vragen hier. Ik heb bijvoorbeeld een vraag van Abel. Zit Abel hier? Abel Memme? Zit niet hier? Oh. Oh, dat is Abel. Die heeft een hele... Hele slimme vraag, Sinterklaas. Waar is uw staf wanneer u op paard zit? Mijn staf is bij de hoofdpiet. Zit Sint op het paard, is de staf bij de hoofdpiet. Ja, dat is eigenlijk een heel logische, Abel. Ja. Nou, ik hoop dat hij geluisterd heeft. Jason. Jason Brok. Staat hij hier ook? Ah. Nou, hij is 4 jaar, dat kun jij nooit zijn, hè? Ah, Jason had ook een hele mooie vraag. Heeft u broers of zussen? Niet meer, hè, want Sinterklaas is heel oud. Maar ik heb ooit een broer gehad en die heette Hey. Ik heette vroeger Nico, Nicolaas, en die heette Helaas. En die is een beetje vreemd aan... aan zijn einde gekomen. Vandaar helaas, dat gebruiken jullie volgens mij nog steeds als er iets raars gebeurt. Ja. Dank u wel. Ja, we doen nog één vraag hier inderdaad. Dit vind ik zelf een hele belangrijke vraag. Hoe kunt u cadeaus brengen als je geen schoorsteen hebt? Dat is een vraag van Robin van Wilgenburg. Vind ik een hele slimme vraag. Hey Robin, slimme vraag. U kent Robin uiteraard. Hoe kun je cadeaus brengen als je geen schoorsteen hebt? Nou, dat is eigenlijk een goede vraag, maar eigenlijk ook wel weer een hele makkelijke. Want dan komen wij gewoon door de deur. Want Sinterklaas heeft van elke deur een sleutel. En dan kan ik zo naar binnen, de voorkant, de achterkant of via de schuur. Het maakt Sinterklaas niet uit. Dus ik zorg er altijd voor dat ik erbij kan. Dus je hoeft je ook geen zorgen te maken, hè, als er geen schoorsteen is, bijvoorbeeld in een flat. Huh? Ja. Ik vind dat we nog één vraag moeten doen, Sinterklaas. Want Sinterklaas is een beetje moe en de burgemeester die heeft ook deze vragen doorgelezen. En die was ook heel erg benieuwd, weet je wat? Ik vraag even of de burgemeester het wil vragen. Het is een vraag van Janne Zwaans. Ja, waar is Janne? Wie is Janne Zwaans? Janne, wie is Janne? Janne is weg. Oh, dat is jammer. Want die had een hele leuke vraag. En die vraag zag ik: wanneer komt mevrouw Sinterklaas een keertje mee? Ik ga nog even naar de toe. Sinterklaas is gewend om antwoorden te geven die kinderen ook snappen. Burgemeester, maak ik nu even een hele kleine korte uitzondering. In dit steeds genderneutrale neutraal land, in deze genderneutrale stad, komt dat allemaal een keer dik voor elkaar. Ja, dankjewel. Nou, hoe kan ik het beter hebben tussen de twee Zwarte Pieten? Gaan wij hier afsluiten. Jongens en meisjes, jullie hebben gekeken naar de intocht van
van Sinterklaas natuurlijk. Dat gaat nog heel eventjes door. Maar tussen deze twee pieten bedank ik Sebastiaan. En natuurlijk de cameraman. Ja, dankjewel. Reine, tot de volgende keer. Daag!